Normaal gesproken maken wij kennis met nieuwe auto's op de meest fabelachtige plekken ter wereld. Maar vandaag zijn we gewoon in Rotterdam. Maar dat neemt niet weg dat de eerste kilometers die wij met deze nieuwe Infiniti M gaan maken wel heel erg bijzonder zijn. Bavaria City Racing is natuurlijk niet echt de eerste plek waar je de nieuwe Infiniti M zou verwachten. Dus laat de petjesdragers de Willemsbrug maar onder de rook zetten, dan gaan wij door met het serieuzere werk. Ja, want het is natuurlijk geen makkelijke markt waar Infiniti op dit moment een voet tussen de deur probeert te krijgen. Kopers die zo'n slordige 70.000 euro stuk gooien op een auto, ja, die stellen natuurlijk gewoon hoge eisen. Ja, bovendien kunnen we geruststellen dat traditionele sedankopers minder snel van merk zullen veranderen dan bijvoorbeeld rijders die SUV's kiezen. Die zijn over het algemeen toch iets avontuurlijker ingesteld. Ja, zie zo'n zakelijke rijder maar eens uit zijn S80 of A6 te praten. Dan moet je simpelweg van goede huizen komen. Het recept dat Infiniti daarvoor in de strijd gooit is inmiddels redelijk bekend. Zo heeft de M37 de vertrouwde 3.7 liter V6 met 320 pk aan boord die we al kennen uit andere modellen van het merk. Een heerlijke, enthousiaste motor met een lekker geluid en uitstekende reacties op het gaspedaal. Ja, en toch is deze M37 niet de versie voor de M die het er moet gaan doen in Nederland. Want later komt er nog een diesel, die we laatst al reden in de FX30D. En nog later komt een hybrid. En ja, die moet natuurlijk helpen om het gemiddelde CO2-uitstoot van deze modellen een beetje naar beneden te krijgen. Maar de M37 is wel degelijk de meest spectaculaire versie. Infiniti maakt bovengemiddeld scherprijdende auto's. De G, EX en FX komen qua dynamiek allemaal behoorlijk in de buurt van bijvoorbeeld hun concurrenten van BMW. Bij de M is dat niet anders. Sturen gaat met dat lekker dikke stuurwiel aangenaam direct, de koets zet zich mooi snel in bochten en de gewichtbalans is erg fraai. Nou, hij is strak zonder oncomfortabel te worden en dat bevalt me eigenlijk uitstekend. Nou, als je hem dan gaat vergelijken met bijvoorbeeld een BMW 5-serie, dan merk je wel dat de koets van de Infiniti M net wat meer beweegt over zijn lengteas. Ja, en ten opzichte van de Mercedes E-klasse bijvoorbeeld biedt hij juist weer een hele mooie balans tussen sportiviteit en comfort. Ja, dat hij leuk rijdt is mooi meegenomen, maar de M37 heeft nog een geheim wapen. En wel zijn uitstekende standaarduitrusting. Voor slechts 70 mil heb je in deze afgeladen M37S Premium onder meer actieve cruise control, een systeem dat de auto door subtiele remingrepen op de juiste rijbaan houdt, een harde schijf van 30 gig en maar liefst 16 Bose speakers. Rust je E-klasse of 5-serie op dit niveau uit en je mag meteen gaan zoeken naar twee extra krantenwijken. Goed, eens kijken of ik een beetje fatsoenlijk achter mezelf kan zitten. Nou, eerlijk gezegd valt het me helemaal niet tegen. Al valt me wel op dat ik zowel op de voorstoel als op de achterbank minder ruimte heb dan in zijn Europese tegenstrevers. Ja, ik vind de Infiniti M een fijne, eigenzinnige auto. Het verwendniveau ligt echt op een hoog niveau, zeker op dat van de Mercedes E-klasse. En voor dit geld doen de Japanners dat gewoon hartstikke goed. Al denk ik niet dat je van deze motorversie echt blij wordt in Nederland. Maar tegelijkertijd zal die kopers die voorbij merk en imago kunnen stappen, zeker niet teleurstellen.